Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuw videoblog. Het is weer zover. Ik heb weer een nieuwe mijlpaal bereikt in crypto. Ik heb weer een nieuw cadeautje ontvangen van mijn deelname in de cryptowereld. Ik heb namelijk de 1-inch airdrop gekregen en het gaat om 181 inch tokens. 1-inch tokens. De waarde hiervan staat ongeveer op $4. Dus in mijn geval is het ongeveer $900 aan free tokens, gratis tokens, omdat ik vroeger deelnemer was aan het Uniswap platform. En ja, om kennis te maken met 1inch, het platform dat gespecialiseerd is in het zoeken naar de beste opties om crypto te kopen tegen de beste fees, hebben zij als welkomstgeschenk aan de mensen die al Uniswap gebruikte, hebben ze de airdrop cadeau gedaan. Je moest daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk op de 1-inch site of je voldoet aan die voorwaarden. Zo moest je een bepaald aantal transacties hebben gedaan op Uniswap, wat ik had gedaan. En er zijn nog maar andere voorwaarden die daar verbonden zijn. Maar het kan zijn dat ook jij kans maakt op die $900, die 181 1-inch tokens. Gratis en voor niets als welkomstgeschenk om kennis te maken met het 1-inch platform. Ja, dit is de zoveelste leukigheid, gelukje die ik in crypto mee mag maken. Zoals ik zei nogmaals, 1-inch is een heel goed platform, lijkt op Uniswap. Maar 1-inch zorgt ervoor dat je minder fees betaalt, hè, bij Uniswap. Als je de coins wil kopen of andere dingen wil doen, betaal je een gas fee. Maar 1-inch zorgt ervoor dat je minder gas fees betaalt. Hij gaat als het ware voor jou op zoek naar de beste optie, naar de beste deal. En zo zie je, als je vroeg geïnvesteerder bent, word je ook beloond. Crypto is wat dat betreft heel vriendelijk naar zijn gebruikers toe. En je wordt beloond als je deelneemt. Je wordt beloond voor je inzet. Je wordt beloond voor het risico dat je loopt. Op Uniswap traden is namelijk heel nieuw, is iets wat ontdekt moet worden, wat heel veel mensen nog niet kennen. De meeste mensen zitten op Binance, de meeste mensen zitten op Kraken. Werkt ook prima, maar wil je bij de nieuwe coins komen, echte coins die ik ook vaak in mijn top 5 of top 4 coins noem, nou, dan zul je echt naar Uniswap moeten. En 1-inch is eigenlijk een nieuwe variant erop die belooft dat de kosten lager zijn. En dat is heel fijn, want het transactiekosten, de gas fee, zoals dat heet bij Ethereum, is heel erg hoog geworden. $50 voor een transactie. Dat is natuurlijk hartstikke veel. Op een moment is dat zo. Zelfs wel hoger geweest. En dat maakt ervoor dat voor kleine investeerders het soms gewoon lastig is om deel te nemen in nieuwe coins, nieuwe tokens. Omdat ze daardoor met die transactiekosten gewoon te veel kwijt zijn. Zoals gezegd, jij kunt misschien ook dit geluk hebben als je dus voldoet aan die voorwaarden. Maar het is weer voor mij persoonlijk een succesje die ik kan toeschrijven op mijn lange lijst van successen in crypto. Ik heb van de zomer dit vlog gemaakt. Ik zal het filmpje ook onder deze video delen, zodat je rustig kan terugkijken. Maar in die video leg ik uit dat ik eigenlijk van verrassing naar verrassing viel toen ik in crypto terecht kwam. Ik dacht eerst van, nou, als ik bitcoin koop, nou, dan is dat al heel mooi als die in waarde stijgt. Nou, toen kwamen de crypto forks, hè, de afsplitsingen. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold. Het leverde ook weer allemaal nieuwe tokens op. Toen kreeg ik de kans om ook met Litecoin een mooie score te halen, een mooie winst te pakken. En eigenlijk gaat het zo helemaal door tot aan nu. Kijk de video, dan zul je ook de geschiedenis kunnen horen die ik heb meegemaakt van al die mooie kansen, van die mooie successen in crypto. Van de zomer was natuurlijk, heb ik in deze video uitgelegd dat ik 400 Uniswap tokens had gekregen. Nou, die waren toen $4 waard. Op het moment doen ze, geloof ik, $20. Gratis en voor niks. Waarom? Omdat ik gebruiker ben van Uniswap. Ik heb getraind op Uniswap. Ik heb gebruik gemaakt van de service. Nou, en als beloning daarvoor kreeg ik de airdrop Uniswap tokens gratis. En nu kan ik dus weer deze 1-inch tokens toeschrijven aan die lijst van hele mooie successen en van cadeaus. In crypto gaan dit soort dingen nog heel veel voorkomen. Het is niet dat dit nu eenmalig is of dat het hierna voorbij is. Het is niet dat jij die kans nooit gaat krijgen.
Dit soort dingen zijn heel normaal in crypto. Je wordt beloond omdat je je inzet toont. Je wordt beloond omdat je risico loopt. Je wordt beloond omdat je vertrouwen toont in het project. Je wordt beloond omdat jij een van de eerste bent. Als je als een van de laatste bent, dan kun je niet verwachten dat je daarvoor wordt beloond. Je hebt bijna geen risico gelopen, je hebt geen inzet getoond, je hebt alles aan anderen overgelaten. Het is logisch dat mensen die vroeg beginnen, daarvoor beloond worden. En er gaan nog een heleboel van dit soort dingen komen. Het is helemaal niet zo dat dit nu de enigste was voor jou. Als je nu kijkt, dat, ja, ik heb die gemist, nou wat jammer, heb ik nooit meer kans erop. Er zal vast weer een nieuwe kans komen. Maar je moet inzet tonen, je moet meedoen, je moet je gaan verdiepen, je moet risico gaan lopen. Wil je daar ook bij horen? Een heleboel van mijn gold members van Bitcoin Hulp hebben helaas ook nog niet de token kunnen krijgen. Omdat ze ook later zijn begonnen in crypto. Voornamelijk op Binance hebben gehandeld, niet op Uniswap. En voor hun was dit natuurlijk ook een teken dat ze ja, de mogelijkheid hebben om dit soort airdrops ook te krijgen. Maar ze moeten zich daarvoor wel wat verdiepen. Er zijn ook leden die hebben wel met Uniswap gehandeld, maar die hadden helaas dit jaar niet voldeden niet aan de aantal transacties die ze hadden moeten doen om in aanmerking te komen. Maar ze zijn wel al dichtbij. Zij zien, hé, het is mogelijk. Jonathan heeft het ook gekregen. Ik kan het ook krijgen volgende keer. Het is heel belangrijk om hier kennis van te nemen en ook om hier in de toekomst opmerkzaam op te zijn. Ik help mijn goudleden van Bitcoin Hulp daarmee door ze tijdig op de hoogte te stellen van er komt een airdrop aan. Je kan ze claimen, ga naar 1inch en misschien kun jij zelf, die nu het filmpje kijkt, ook wel die 1inch tokens claimen. Ga naar 1inch website, dan zie je vanzelf als je met je MetaMask connect, dan zie je meteen of je recht hebt op die 181 tokens van 1inch. Het is heel belangrijk om ook in een groep te zitten, zoals bijvoorbeeld de goudgroep van Bitcoin Hulp, zodat je op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen. En zodat je ook weet wat je nodig hebt om bijvoorbeeld die coins te kopen. Het is heel fijn om iemand te hebben die je daarin begeleidt. En daarom kun je ook aanmelden bij website www.bitcoinhulp.com voor een 1-op-1 privéles van mij. Waarin ik razendsnel jou help met kennis worden, wijzer worden in de crypto wereld. Ik zorg erbij dat je een stukje psychologie rondom investeren in crypto kennis maakt. Ik ga zorgen voor een soort orde in de chaos die er is voor alle informatie. Ik zorg dat dat een mooi georganiseerde bedoeling wordt, zodat je in je hoofd weet, nou dit heb ik ongeveer nodig, dit is er mogelijk en dit kan ik allemaal verwachten nog in de toekomst. Wat ga ik nou doen met de airdrop van 1inch? Nou, ik heb besloten om ze gewoon te houden. Ik heb vorige keer heb ik de Uniswap tokens heb ik verkocht, heb ik in een andere coin gestopt die ook mooi rendement heeft gemaakt, maar achteraf heb ik er wat spijt van. Heb ik Uniswap niet helemaal op waarde geschat door ze te verkopen. En ik overweeg zelfs om ze nu terug te kopen. Voor nu ga ik dus daardoor mijn 1inch tokens gewoon houden. Ik hou ze gewoon aan. Ik kijk wat ermee gebeurt. Het is nu $900. Ik ga jullie ook op de hoogte houden hiervan. Wat het gaat doen. Je kan het zelf natuurlijk ook bijhouden. Maar ik ga ze niet verkopen. Omdat ik het leuk vind om als herinnering dat ik in crypto ook deze mooie momenten, deze mooie geluksmomenten heb mogen ervaren. Deze mooie cadeaus die ik heb gekregen. Daar moet je dankbaar voor zijn en daar moet je respectvol mee omgaan. En ik was bij Uniswap niet respectvol genoeg. Ik had helaas niet helemaal door dat deze coin nog zo mooi zou kunnen groeien. Ik heb het gelukkig in goede coins geïnvesteerd die ook hele mooie rendementen hebben gemaakt. Maar het was natuurlijk leuker om die Uniswap cadeau tokens te volgen naar wat ze nu zijn gegroeid en daar met plezier op terug te kijken. Dus ik denk zelf dat het altijd leuk is om airdrops te houden. Op een gegeven moment er wel iets uit te cashen, maar want dat had ik ook weer zeer waarschijnlijk gedaan met Uniswap als ik ze nu nog had gehouden. En zoals gezegd, ik heb ze in prachtige projecten gestopt die ook heel mooi, misschien nog wel meer hebben gerendeerd dan Uniswap. Maar het is eigenlijk ook een soort teken van dankbaarheid, vind ik, dat je ze dan ook aanhoudt. Wil je nog meer weten over investeren? Volg ze dan ook op Facebook en Instagram. Zoals gezegd, je kan je ook aanmelden bij www.bitcoinhulp.com. Dan krijg je van mij 1-op-1 les, zoals ik al heb verteld. En meld je snel aan, want door de stijgende crypto-bitcoinprijs lopen de aanmeldingen heel snel binnen, zit ik al heel snel vol. En loop jij misschien ook wel kans om niet meer mee te kunnen doen met dit soort prachtige momenten, omdat je zoveel moet uitzoeken. En als je iemand erbij hebt die je gewoon helpt, die je daarin begeleidt, die je versnelt
de juiste weg leert vinden, ja, dan kom je gewoon heel snel in op de juiste baan in crypto investeren. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.